Hallo lieve mensen, daar ben ik weer met een nieuwe online koorles. Vandaag gaan we werken aan het lied Colors of the Wind. Vorige week hebben we daar een klein begin aan gemaakt, namelijk een begin aan de melodie van het lied. En vandaag gaan we ook de tweede en de derde stem erbij zetten. Dat doen we ongeveer tot halverwege het lied, want het is best een lang lied en de tweede en derde stem zijn niet helemaal hetzelfde. Het verandert ook bij elk couplet, wat natuurlijk heel erg leuk is, maar het extra moeilijk maakt. Dus ik denk dat we daar volgende week ook nog mee bezig zullen zijn. Voordat ik begin met de warming-up, wil ik jullie nog even een klein dingetje vertellen. Ik heb een nieuw concept ontwikkeld, namelijk front row concerts. In deze concerten ga ik voor jou of voor iemand anders die aan wie jij denkt, aan wie jij een leuk klassiek concert cadeau zou willen geven, zingen. Het is een one ticket concert. En voor deze concerten heb ik een speciaal keuzemenu samengesteld met liederen waaruit je kunt kiezen. Eventuele verzoeknummers daarvoor zijn ook mogelijk. Jullie hebben, als het goed is, van mij het keuzemenu en de flyer hiervoor al in de mail ontvangen. Zo niet, dan zet ik ze eventjes hier nog erbij. Dan kun je er snel even naar kijken. Maar het is een superleuk cadeau, bijvoorbeeld voor Vaderdag. En helemaal speciaal voor jou maak ik dan een concert. Helemaal persoonlijk. Oké, dan gaan we nu verder met de warming-up. Zoals altijd strekken we ons eerst helemaal uit. Maken we ons zo lang mogelijk op de tenen. En we wiegen als een boom heen en weer. En laat de armen zakken. Til de schouders nog een keer op. En laat ze vallen. En draai even met de schouders. De andere kant op. En til ze nog een keer op. En laat ze vallen. Goed. Voel hoe je schouders vallen van nature. Dat is precies de goede houding. En voel eventjes of je hoofd mooi recht op je schouder staat. Misschien moet hij een beetje meer zo, misschien een beetje meer zo. Een beetje gekanteld. Voel dat. Draai even met je nek. Kijk over je linkerschouder. Kijk over je rechterschouder. Nog een keer naar je linkerschouder. En naar je rechterschouder. Kijk een keer naar je navel. Kijk vooruit. Lach lief. Kijk omhoog. En kijk weer voor je. En voel dus hoe je hoofd recht staat. Dat is hoe je je hoofd wil hebben tijdens het zingen. Zodat hier alle ruimte is. Oké. Draai met de heupen. Alsof je aan het hoepelen bent. De andere kant op. Nog een keer de ene kant op. En maak echt hele grote rondjes. En weer de andere kant op. Oké, en zorg dat je weer stevig op je benen staat. Leg je handen eens op je buik of in je zij, zo een beetje daartussenin. En doe de volgende oefening. Ks, ks, ks. Doe maar mee na. Oké, voelen jullie wat er gebeurt? We doen het nog een keer en voel wat er gebeurt met je buik. Ks, ks, ks. Jullie. Hebben jullie gevoeld wat er gebeurt? Als het goed is, voel je dat je handen opzij worden geduwd. Want je buikspieren gaan aan de slag als je zulke oefeningen doet. En dat is supergoed. Als je niet voelt dat dat zo is, dan moet je het nog een keertje proberen. En net zo lang totdat je voelt wat er gebeurt. Nou, doen we een keertje. Houden we onze handen op onze buik. Boven de navel. Je kunt het bij mij precies niet zien. Ik zal de camera een klein beetje anders zetten. Zo. Hier houden we onze handen. En dan ademen we in. En voel eens wat er dan met je buik gebeurt.
Houd de adem vast en blaas heel krachtig uit. En laat los. Hebben jullie gevoeld wat er gebeurt? Bij de inademing zet je buik helemaal uit. En bij de uitademing gaat hij in. Als je dan je handen hier zou zetten en je ademt uit, dan voel je dat het hier uit elkaar wordt geduwd. Dat kun je ook zo doen. Ik denk, als je goed kijkt, kun je het ook zien hier bij mij op het scherm. Je kunt zien dat mijn handen uit elkaar gaan als ik mijn buikspieren aanspan. Want die gebruik ik als ik uitadem. Maar altijd gecontroleerd, dus niet geforceerd, niet te veel kracht. Want alles wat met kracht is, is bij zingen erg hinderlijk voor je instrument. Dus je hebt wel de spierkracht nodig, maar het moet niet geforceerde kracht zijn. Voel daarin, zoek daarin naar het onderscheid. Dus voel een goede balans voor jezelf. We doen het nog een keertje, dezelfde oefening. We doen het nog een keer met de handen op de buik. En daarna doen we een keer met de handen in de zij. En voel dan het verschil. Dus dat die in en uit gaat hier, maar dat die hier precies andersom gaat als het goed is. Oké, komt die inademing samen. Hou even vast. En uit. En hou even vast. En laat los. Zo, mijn buik is enorm vol gegaan. Nou doen we de handen een keer in de zij. En doen we nog een keer hetzelfde. Inademing. Voel dat je longen je handen opzij duwen. En nu de uitademing. Heel krachtig. En je voelt dan, je voelt dat je longen leeg gaan. Maar je voelt ondertussen ook, omdat je je handen in je zij hebt, dat die spieren hieronder juist een beetje uitzetten om die longen leeg te kunnen duwen. En dat is wat je voelt als je ks, ks, ks doet. Dan voel je die spieren die kuk, eventjes tegen die longen aanduwen. Of eigenlijk niet tegen de longen, maar tegen het diafragma. En dat gaat dan weer zo omhoog. We gaan even zingen. En ik ga aan de piano zitten. We beginnen met de volgende oefening. Ba, 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 ba. Dus geef lucht om lage noten te zingen. En verder niks. Geen geforceer hier. Niet lage kennen. Geen onderkennen. Oké? Niet zo laag kunt, want dit zijn erg lage noten. Hap, hap, hiep, hiep. Zing maar met me mee. Hap, 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 hap. Pop, pop, pop.
aan Colors of the Wind gaan werken, wilde ik een popachtig liedje gebruiken als inzinger. En die kennen jullie waarschijnlijk wel. Namelijk In the Jungle. En dat is volgens mij van The Lion King, maar niet echt van The Lion King. Ik weet het nooit zeker. Ik geloof niet dat hij echt in die film zat, maar wel in de musical of zo. In ieder geval is het ook een leuk liedje om even lekker op in te zingen. En die kennen jullie waarschijnlijk wel, dus kunnen jullie ook meteen meezingen. Nou, we gaan hem gewoon meteen een keertje doen. Zing met mij mee. En ik zal de platmuziek hier neerzetten voor jullie. Samen zingen. En als je hem al kent, zing hem dan lekker met mij in kanon. Want je kunt na elke zin in kanon gaan zingen. Goed, zingen jullie mee? Dan hebben jullie net even een voorproefje gehoord. En dan gaan we hem nu een keer helemaal zingen van voor tot achter met alle drie de coupletten. En als je wilt dus in kanon, hè? Komt ie! In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Ik denk dat jullie wel lekker ingezongen zijn nu. Ik spreek de tekst eerst een keertje voor iedereen. Vanaf Have You Ever Heard. Dus dat is maat 20, op maat voor maat 21 eigenlijk. Have You Ever Heard The Wolf Cry, jullie? To the blue corn moon. Or asked the grinning bobcat why he grins.
En dat is een lastige, hè? Een tongue twister noemen ze dat in het Engels. Or ask the grinning bobcat why he grins. Jullie? Niet te veel erover nadenken en ook niet te veel bewegen met je mond en je lippen. Dan is het makkelijker om te zeggen. De volgende zin. Can you sing with all the voices of the mountain? En dan. Can you paint with all the colors of the wind? Twee keer. Ja? Ik begin met de soprane. Vervolgens ga ik met de alten aan de slag. En daarna met de heren. Dus vandaag tenoren en bassen samen. En jullie kunnen weer skippen naar de plek waar je zou willen beginnen. Door op de tijden te klikken in de beschrijving hier onder deze video. Soprane. We beginnen. Bij het begin, herhaal het eventjes nog een keer wat we vorige week hebben gedaan. We beginnen dus op een lage G, dezelfde lage G als bij de tekst Are the People. En het eerste woordje is you. You think you own whatever land you land on. Nou, dan gaan we hem even samen zingen. You, dat is de begintoon, komt ie. You think you own whatever land you land on. Luister goed. Have you heard the wolf cry to the blue corn moon? Dus to the blue corn. To the blue corn moon. Zonder mij. De hele zin zonder mij. En dan gaat hij verder. Or ask the grinning bobcat why he grins. Lastig ritme, hè? Or ask the grinning bobcat why he grinned. En dat is net een beetje zoals Love Shine a Light. Daar zit ook dat ritme steeds in. Or ask the grinning bobcat why he grinned. Dus die bobcat komt net een beetje vroeger dan je zou denken. Zing jullie maar zonder mij. Oké, okay, goed. Deze twee zinnen achter elkaar. Have you ever heard a wolf cry to the bullhorn moon? Or must the grinning bobcat why he grins?
Dan gaat hij verder. Can you sing with all the voices of the mountain? Can you sing with all the voices of the mountain? Nog een keer. De laatste zin. Can you paint with all the colors of the wind? Dus dit mag lekker in je borst stemmen, dames, maar zonder onderkinnen. Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind? Zonder mij. Can you paint with all the colors of the wind? Je hebt daar een omgedraaid ritme als je goed kijkt naar de noten. Can you paint with all the colors of the wind? En die doet 4 tellen. Oké. Vanaf Have You Ever Heard The Wolf Cry? Zing hem maar eens gewoon helemaal achter elkaar. Kijken hoe ver je komt. 1, 2, 1. Super. Eigenlijk het lastigste aan dit stukje is het ritme. Hè? Want de melodie ken je waarschijnlijk heel goed. Maar het ritme is misschien net niet helemaal zoals je het in je hoofd hebt. Omdat je het gewoon meegezongen hebt. In plaats van echt aan de ritmes hebt gewerkt. Ik ga nog een keertje met jullie meezingen. Komt-ie. Have you sopranen. Dan ga ik nu verder met de alten. Alten. Een heel groot gedeelte van de melodie is voor jullie ook hetzelfde. Dus jullie zingen het grotendeels de melodie samen met de sopranen. En af en toe splitsen jullie. Vooral het refrein, dat is echt gesplitst, maar het couplet is echt grotendeels samen. Dus we beginnen gewoon eventjes met het begin, zoals jullie dat kennen. Bij maat 17, If You Walk the Footsteps of a Stranger, daar splitsen we op. En dan gaan we die eventjes repeteren en daarna het refrein. Nou, zing maar eens met mij mee. En de begintoon is dus de lage G. You think of de tekst you. Zing dan maar mee. You think you are whatever land you land on. The earth is just a dead thing you can play. Oh.
But if you walk barefoot steps of a stranger. Dus je sluit weer aan bij de melodie van de soprano daar. Zie je dat? Of a stranger is weer samen. But if you walk barefoot steps of a stranger. Jullie zonder mij? Goed. Dus vanaf Are the People Who Look and Think Like You. Dan zingen we deze melodie. Komt ie. Are the people who look and think like you. But if you walk the footsteps of a stranger. You learn things you never knew. You never knew. Zo gaat hij dus in het totaal. Oké, gaan we verder met Have You Ever? Dat gaan we even studeren. Zing mij zo na. Have you ever heard a wolf cry? Jullie? Dat je de hele tijd zo net ervoor zit. En dat heb je hier ook. De bobcat is eerder dan eens denken. Oh, was the grinning bobcat why he grinned. Jullie? En dan gaat hij verder. Can you sing with all the voices on the mountain? Zonder mij? Dan mogen jullie daarna weer mee de melodie zingen die jullie kennen waarschijnlijk. Oké, dus dan doen we nog een keertje van... Have you ever heard a wolf cry? Zing maar eens met mij mee en ik speel gewoon eventjes de noten die we zingen. Have you ever heard a wolf cry to the blue corn moon? Or was the grinning bobcat why he grinned? Can you sing with all the voices on the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind? Ja, en ik kan het wel zo makkelijk zingen, maar piano spelen is niet echt mijn talent. Dus dat loopt soms een beetje achter. Oké, weet je wat ik doe? Ik speel even de akkoorden en dan mogen jullie deze zingen. Have you ever heard the wolf cry? Komt-ie. Have you ever, is het begin. Have you ever... vanaf het begin van jullie stemrepetitie. En dan doen we het tot slot straks nog een keertje helemaal met z'n allen bij de toetie tot en met hier. Oké? Voor nu, dan ga ik verder met de mannen. Heren, zoals jullie gezien hebben, beginnen jullie pas in maat 9. En dan zingen jullie een mooie oe in plaats van een a. Verander dat vooral meteen eventjes in je muziek, hè? Met een potlood. Dus... de soprane en de alte, die beginnen met deze. You think you are whatever.
ziet elke noot deur 2 tellen. En het is eigenlijk do, ti, la, sol. Meer is het niet. Dus gewoon allemaal stapjes naar beneden. Dus nog een keertje die. En dan zingen de dames weer. Has a life, has a spirit, has a name. En dan mogen jullie verder met ze meezingen. Luister eventjes, dan zing ik hem voor en mogen jullie hem nazingen. You think the only people are people. Jullie. Nog een keer. You think the only people are people. Dan gaat hij zo verder. Are the people who look and think like you. Jullie. Deze twee achter elkaar. You think the only people who are people. Are the people who look and think like you. Nou, een keer zonder mij. Dan gaat hij verder. What if you walk the footsteps of a stranger? Jullie? Nog een keer. What if you walk the footsteps of a stranger? En dan gaat hij zo verder. You learn things you never knew. Jullie? Gaat het goed, heren? We doen hem achter elkaar van You think the only people who are people. Zing mee met de piano. Weet je wat? We doen hem gewoon nog één keertje deze achter elkaar. Komt ie. 1, 2, 3, 4. Dan gaan we verder met het refrein. Have you ever heard the wolf cry? Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon? Jullie? Goed zo, we doen nog een keer. Have you ever Bobcat komt net iets eerder dan je denkt. Net zoals bij dat lied Last Shine the Light. Hè? Daar zaten die ook in. En bij deze weer. Bobcat, why? Dus, or ask the grinning bobcat why he grinned. Or ask the grinning bobcat why he grinned. Voel je hem? Oké, dus die klinkt zo. Or ask the grinning bobcat why he grinned. Jullie? Met mijn vingers vind ik het lastig om dat ritme goed te spelen. Ik hoop dat jullie hem hebben.
Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon? Komt ie. 1, 2, 3. Can you paint with all the colors of the wind? Zingen de dames. En dan zingen jullie mee. Can you paint with all the colors of the wind? En die duurt 4 tellen. Jullie? Oké, nog een keertje. We doen even van Can You Sing With All The Voices Of The Mountain achter elkaar, oké? Okay? Can you sing with all the voices of the mountain? En dan zingen jullie. Can you paint with all the colors? Oké, heren, we doen hem een keertje vanaf. Have you ever heard the wolf cry? Zonder mij, ik speel de begeleiding. Have you? Dus iedereen begint met die noten. Have you? En dan zingen jullie. Have the wolf cry? Mochten jullie niet meer weten, dan weet je hem nu. 1, 2, 3. Goed gedaan. Mocht het nou nog een beetje verwarrend zijn of mocht het nog moeilijk zijn, herhaal het eventjes. En dan ga je daarna pas verder naar de toetie. En anders, nummer 2, dan ga ik jullie dirigeren. Mocht het nou zo zijn dat jullie ondertussen zijn gaan zitten, ga dan nu weer even staan. Want dan gaan we samen The Colors of the Wind zingen. En ik zal jullie dirigeren en we worden begeleid door mij, maar dan zie je niet in beeld. Ik ben benieuwd hoe die gaat, dames en heren. Laat het maar eens horen. Thank you.
dames en heren. Goed gezongen. Ik ben erg benieuwd naar hoe het klinkt. En ik hoop dat we dat na de zomervakantie ook kunnen horen. Dat jullie er iets aan hebben aan deze online repetities. Dat jullie er ook echt iets van oppikken. Daarom staat het jullie natuurlijk ook vrij om elke repetitie gewoon te herhalen. Hè? Dat is het leuke eigenlijk. Je hoeft nu niet per se te wachten tot de volgende koorrepetitie is. Je kunt gewoon de vorige nog een keer terug doen. Of die van daarvoor of daarvoor. Pak de muziek er weer bij en zing hem nog een keertje lekker. Volgende week gaan we verder met het lied. En ik ben benieuwd. Hopelijk komen we tot het einde, weet ik niet helemaal zeker. Gaan we gewoon kijken hoe ver we komen. En dan is denk ik volgende week en de week erop plaats ik nog een online koorles. En dan was het dat voor dit seizoen of schooljaar of hoe je het ook wilt zeggen. In ieder geval tot aan de zomervakantie. En dan gaan we na de zomervakantie hopelijk live verder. Voor nu wil ik jullie er dus nog op wijzen dat je een front row concert kunt boeken als je het leuk vindt. Of als je denkt dat je dat een geliefde of een vriend of vriendin het leuk zou vinden om mij te horen zingen, dan verblijft diegene daarmee. En wat ik ook super tof zou vinden is als je een kopje koffie voor me koopt, zodat ik weer energie heb voor een nieuwe koorles. En de links daarvoor staan hier allebei in de beschrijving. En ja, ik kijk ernaar uit om een lekker kopje koffie te drinken en de volgende koorles weer voor jullie op te nemen. Tot volgende week. Daag!